suiker en zoetjes. Zoetjes? Zoetjes, ja. Zoetjes. Zoetjes? Zoetjes. Sophia! 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 Afgelopen. De gehele derde seizoen loop je om naar Sophia te zoeken. Sophia is dood, ze is alleen. Ik ken het toen niet alleen laten. Kom op. Begrijp het nou. Het is afgelopen voor haar. Wij moeten verder. Dit is een nieuwe wereld. Ik heb je nodig. Nee, jij luistert gewoon te veel naar Rick. Rick is waardeloos. Daar hebben we niks aan. Ik ben Rick, niet meer Rick. Rick, stoppen. Kappen nou, je moet zoals mij worden. Rick is waardeloos. Shane, ja, luister goed naar mij. Shane is de nieuwe Rick. Samen moeten we ervoor gaan. Sophia is afgelopen. Zij is een zombie geworden. Oké? We gaan verder. Ik heb je nodig. Ik ga verder zoeken. Kan niet anders. Shane, kom hier. Wat is er aan de hand? Dit is waar ik je over vertelde. Straaltoren 35. Als hij het doet, kunnen we andere groepen bereiken. Andere survivors. Ik hoop echt dat de batterijen. Leeg. Maar ik weet nog wel een plek waar we nu batterijen kunnen krijgen. Goed, hè? Meer mensen hiervan. Nee, Shane, jij bent de eerste die ik dit vertel. Ik kon echt, wist niet wie ik moest vertrouwen. En jij bent de enige die ik denk dat ik kan vertrouwen. Ja, oké, zeker. Heel mooi. Dus we kunnen eigenlijk allerlei andere steden hiermee bereiken. Als het goed is, als ik gauw een nieuwe batterij heb, weet ik zeker dat we een signaal kunnen geven. Hier zouden we wel eens een hele nieuwe ordervorm kunnen maken. Ik laten we het Rick ook gaan vertellen. Nee, wacht eens even. Ik moet het ook weten. Nee, ik begrijp het. Ik wil je even bedanken. Dankjewel dat je me hier hebt teruggebracht. We kunnen hier van zoveel uit halen. Maar jij hoort niet thuis in deze wereld. Het is shame. Ik red je. Je weet waarom ik het gedaan heb. Je hoort hier niet thuis. Ik heb je echt gered. Geloof me. Sophia! Glenn, kom eens hier. Mijn tanden wat schoon? Ik heb tandstokers voor me. Laten we tandstokers halen. Zoetjes al gehaald? Nee? Daryl, ik heb je nodig. Dat weet ik, dat weet ik. Ik heb de hoop ook niet opgegeven op Sophie, maar... Ik ook niet. Ik hoop... dat Sophie heb opgelet hoe ik de kruisboog hanteer. En ik hoop dat ze hem gevonden heb, want dan kan ze zichzelf verdedigen. Daryl.
Blijf bij me, oké. Ik zal de groep niet verlaten. Maar ik moet ook zoeken. Ik voel gewoon dat ze er nog is. Voel het. Voel het gewoon. Shane probeert ons uit elkaar te halen. Zie je dat niet? Shane, ik weet niet eens waar hij nu uithangt. We hebben je als groep nodig. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Hij is veranderd. Hij is veranderd. Hij is echt veranderd. Dat weet je. Ik heb jou nu nodig. Ik kan je niet missen, oké? Hij is mijn vriend. Hij is mijn broer. Maar ik weet niet wat er met hem is gebeurd. Je weet wat je gedaan hebt, hè? Ja. Die vrouw. Hé? Wat zeg je me nu, Daryl? Weet je wat? Laat het maar, ja? Ja. Het is gebeurd, maar wij hebben je nu nodig, ja? Ik blijf heb bij de groep. Ja. Dat weet je. Maar Sophie, ik kan nog even wachten. En mevrouw, Shane. Dat bewaar ik voor later. Wat is er, Shane? Ze hebben een dokterpak. Ze hebben een dokterpak. Wat is er gebeurd? De valkers. Ze kwamen uit het niets. Ze kwamen uit het niets in het bos. Laat hem nu redden. We waren verkend eten te laat. Ik zie hem niet. Daryl, kom. Shane, kom. We gaan hem. Ik ben dood. Okay. Wat is er gebeurd? Die zombies, ik struikelde. Ben je gebeten? Ja, ik weet het niet. Laat zien. Je bent gebeten, man. Gif is eruit, denk ik. Je moet je mond dicht hechten, toch? Anders gaat het ontsteken. Doe maar. Nu moet het mee lukken.
zo. Ja, steek nog een draadje uit, maar... Kom, als het goed is... Wie ben jij? Ik ben de governor. Ja, zo'n ooglapje herken je me misschien niet. Ik ben de governor. Wat doe jij hier eigenlijk? Verteld. Ik liep hier. Herkenningen. In een land waar de zombies regeren, moeten wij als mensen gewoon weer terugkeren in onze eigen ik. En daarom zie ik deze handshake as a treaty of trust. Ik heb slechte dingen over je gehoord, maar we hebben veel meer met elkaar gemeen dan ik zo had gedacht. Dankjewel. Van binnen zijn we human. Ik zal het niet vergeten. Jij bent mijn broeder. Ik zal het niet vergeten. Ik waardeer het dat ik bij jullie aan tafel mag zitten, maar... Shane? Shane, je houdt je mond dicht. Laat hem maar eten dan. Ik kon niet vertrouwen, Glenn. Het kan me geen reet schelen en Shane, je houdt je mond dicht. Ik kan hem nog niet vertrouwen. Weet wat ik je laatst gezegd heb. Ik doe het voor Shane. Ik Glenn. We houden het even. Glenn! Thanks. Ik had hier alleen de hand. Ik! Blijf van hem af. Het spel gaat twee kanten op, hè? Wederzijds vertrouwen. Glenn, zeg niet dat ik je gewaarschuwd heb. Shane. Jongens, eet smakelijk. Woodbury gaat het niet worden. Shane, houd hem mee op. Jij moet eens een keer een goede keuze durven maken in je leven. Dit is een nieuwe wereld, een nieuwe orde. Shane, stop ermee. Ja? Het is over. Ik heb het gevonden, Sophie! Ik heb het gevonden, eindelijk! Yes, je! Hey, kijk! Dit is geen Sophia, dit is een zombie! Kijk hem uit, man! Nee, dit is geen Sophia! Word wakker, dit is geen Sophia, dit is een zombie! Dit is een zombie, man! Nee, dit is Sophie, man! Dit is een zombie! Ik heb het eindelijk gevonden, eindelijk! Zo! Wat doe je? Wat doe je nou, jongen? Word wakker, jongen. Word wakker. We zullen haar wel vinden. We zullen haar wel vinden. Nee. Dit is een zombie. Kijk maar. Kijk maar. Dit is een zombie. Pas op. Het is afgelopen. Stop maar. Stop maar. Stop maar. Stop maar. Het is goed. Het is goed. Tessel, jongens. Tessel. Nee. Veilig, omringd, nee, ik, water. Rick, nee, Tessel, daar hebben we de laatste berichten van gekregen. Dat is de half overrun, we moeten naar Schiermonnikoog. Jongens, even stil. Wat jullie niet voor de geest hebben gehaald, is de oversteek. Het is allemaal mooi en aardig, jullie weten het allemaal heel goed. Dit is mijn eiland. Wij moeten naar Rottumerplaat. De oversteek vanaf Groningen... Dan rolt er mijn plaat, dan kunnen we bij app gewoon oversteken. Ja, maar de zombies toch ook? Nee, de zombies niet. Ze zijn bang voor water. We kunnen hier blijven, nog even, voordat we het helemaal uitgedokterd hebben hoe we daar precies uitkomen. Ja, weet je, we hebben mazzel dat we gewoon achter een gebied zitten waar we die brug kunnen ophalen. En dat we eigenlijk gewoon vrijgesteld zijn van... Daryl, heb je de brug wel opgehaald? Welke brug? Jij ging toch als laatste over die brug? Oh mijn god. Ja. Jongens, weet je wat dat betekent? Ja, maar... Weet je wat het betekent dat de zombies waarschijnlijk nu al overal zitten? Lichten uit, snel jongens! Ze komen op het licht af!
En Glenn is nog buiten. Oh nee, shit. Licht uit, jongens. En deze is voor Shane. Kijk naar de camera, man. Zoetjes al gehaald? Nee? Moet je niet zeggen dat ik weer doen? Sorry, ja, ik zit gewoon een beetje maar wat te dol hier. Rick is waardeloos, daar hebben we niks aan. Ik nee, ben Rick, niet meer Rick. Rick. Rick is topper. Dank je. Ja, je had voor... Ja, doe het zo snel ben je. Ja, goed gedaan. Nou, ja, de rest kan toch niet? De rest kan het inderdaad niet. Vandaar, je bent wel arrogant geworden. Ik waardeer het dat ik hier aan tafel moet. Als hij nog één woord hebt over Andrea, dan snij ze kelmer door. Ik zal niks Maggie doen. Was goed. Oh, Maggie. Oh, sorry. Waar heb je het over Andrea? Maggie, heb je ook iets met Andrea? What the fuck? Die heeft iets met Shane. Oh, ja. En met de governor. Nog even in het kort. Verdelen, maar dan kom ik toch terug als zombie ineens. Ja. Gaat de deur open. En iedereen staat aan Shane's kant. Ja. Ja. En dan zegt Rick van, volgens mij is één iemand er niet mee eens. Dan doe jij de deur open en dan kom ik binnen als zombie. Ja. Shane! Ja.